Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag zondag 13 juni. Vandaag in het journaal. Dominee kent van de IBGS laat zich vaccineren. Noodhospitaal geopend op het terrein van KKF. Geruchten over gedoneerde vaccins als zou Nederland ze niet meer willen is geen juiste informatie. Afgelopen vrijdag is de COVID-19 checkpoint van het AZP verhuisd naar het KKF-terrein. Daar is een noodhospitaal opgezet. Dit vanwege de toename van het aantal besmettingen, maar ook vanwege de toename van het aantal zieke patiënten die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, kon de checkpoint van het AZP de druk niet meer aan. Nou, het is dezelfde checkpoint van de SEH, maar vanwege de drukte, toename van aantal besmettingen, toename van het aantal zieke patiënten die in een ziekenhuis moeten liggen, werd de druk op de checkpoint groter. U hebt zelf eerder gezien, patiënten moesten op banken blijven liggen en zo. En soms moesten patiënten weigeren omdat er gewoon geen opvang meer hadden worden. Geen zuurstofcilinderziekenhuizen hadden geen bedden meer. Dus op een gegeven moment is ons gevraagd van kunnen we niet verhuizen naar KKF. Een week geleden hebben we dus het positief deel, dus de opvang van de positieve patiënten. Want bij de checkpoint op de SEH deden we zowel opvang van positieve als opvang van suspecten. Hebben we toen het deel dat positief was naar hier verhuisd. Dus toen heb ik al een arts verhuisd die de opvang deed van positieve patiënten die nog nergens een plek konden vinden. En dit weekend, dus gisteren, zijn we dus met het suspect deel, dus het deel dat nog geen swabresultaat heeft, hier begonnen. Het is eigenlijk een soort noodhospitaal wordt het genoemd. Kijk, we hebben ook een aparte zaal. Dat wordt bemand door zaalartsen, ook van het academisch ziekenhuis. Daar gaan de mensen liggen, dus de positieve mensen die nog geen ziekenhuisbed hebben. Toch? Dus dan kunnen wij ook makkelijker doorschrijven zolang ze een resultaat hebben. Maar dit is echt een transitieafdeling. Het is geen ziekenhuis op zich dat je zegt van we kunnen mensen hier lang houden. Natuurlijk gebeurt het wel dat patiënten van hieruit worden ontslagen, omdat er niet zo snel genoeg plek is om naar andere ziekenhuizen door te hebben. Dus wat we proberen te doen op die ambutransport-app, zodat we weten, er is een ziekenhuisbed vrij, gaat die patiënt rechtstreeks naar daar. Wat nergens in een ziekenhuis komt, die komt naar hier. En nogmaals, het is SEH-personeel dat hier werkt, want gisteren heeft iemand een opmerking. Ja, ik wil niet naar KKF, want het is amateuristisch, maar het is ziekenhuispersoneel dat hier werkt. We zijn gewoon met die SEH-checkpoint naar hier verhuisd, that's it. Dr. Rodriguez, hoofd van de SEH, doet een beroep op de mensen met milde COVID-klachten die niet ziek genoeg zijn voor opname, gaan jullie naar de reguliere swabposten om te swabben. Anders wordt de druk bij de checkpoint groter, vooral hoe we te kampen hebben met het personeelstekort. Het blijft de SEH, ook al zijn we niet op het terrein van AZ, dat alleen mensen met een ziekenhuisopname-indicatie ons bezoeken. En we proberen het zoveel mogelijk te coördineren. We hebben een ambutransport-app. Mensen in thuisisolatie die door de artsen zelf, de huisartsen, worden gemonitord. Op een gegeven moment kunnen ze verslechteren. Die worden dus aangekondigd. Maar daarnaast heb je dus ook mensen die bijvoorbeeld op een swabunit zijn. Sommige mensen geloven niet in COVID, ze gaan laat testen. En soms zijn ze bij een swabunit en blijkt dat ze dus niet goed zijn. Ze zijn dus ziek. En dan moeten ze dus ook naar hier komen. En anderen die komen op zichzelf naar hier. Wat we niet willen hebben is dat huisartsen of mensen zelf die komen denken van ik kom even naar de checkpoint om even snel te checken als het goed is. We willen eigenlijk geen mensen hebben die niet ziek genoeg zijn om opgenomen te worden omdat die druk groter wordt. En dat hebben we gisteren wel gezien. Waarschijnlijk vanwege het mediabericht was er echt plotseling een rush. En dan moet men rekening houden dat ik niet genoeg personeel heb om iedereen in één keer te behandelen. De patiënten die de SEH op het terrein van het AZP bezoeken, let wel. Uitsluitend niet-COVID gerelateerde spoedgevallen moeten bij de triagepost dicht bij de ingang enkele korte vragen beantwoorden en gescreend worden op COVID-klachten. Dr. Rodriguez doet een beroep op de mensen die bij de triagepost aankomen om geduld te betrachten. Dit voor uw eigen bestwil. Wat we hebben gedaan met die SEH daar dan, want je moet dan steeds blijven screenen voor de mensen die op de SEH komen, de gewone SEH.
Je wil geen COVID-patiënten daar hebben. Moeten we dus toch nog een kleine triage doen. Dus dat is dan dichter bij de SIH verplaatst. En daar worden dus de mensen wordt weer een kleine screening gedaan. Dus men moet dus wel vragen beantwoorden. Heb je dat soort klachten? En als het vrij is, dan mag je door naar binnen. Dus we doen een beroep op de mensen. Heb geduld, want je hebt dus een heleboel mensen die wrevelig worden omdat die vragen worden gesteld. Maar we moeten het doen, want we willen veilig de mensen die binnen zijn ook veilig houden. Dus vrij van COVID. En die vragen moeten worden gesteld, en anders kunnen we niet werken. Dus een klein beetje geduld en begrip vragen we. En dat mediabericht hebben we eigenlijk geplaatst zodat de mensen eigenlijk rechtstreeks naar KKF kunnen en niet naar SIH. Maar we weten dat niet iedereen de berichten vallen en dat sommige mensen toch nog naar SIH gaan. Dus vandaar die triagepost, dus die mensen die met duidelijke COVID-klachten en ziek genoeg naar KKF stuurt. En de rest die geen COVID-klachten heeft, maar wel voor de SIH, die worden naar binnen gestuurd. Maar nogmaals, het gaat alleen om mensen die ziekenhuisopnamebehoeftig zijn. Mensen die thuis kunnen blijven, moeten echt gewoon thuis blijven. We weten dat mensen angstig zijn bij elk griepverschijnsel. Maar we willen de bedden die hier geplaatst zijn gebruiken voor ernstig zieke patiënten. Dus mocht je symptomen hebben of heb je twijfels, maak dan eerst contact met je huisarts. Ook van deze plaats uit doe ik een beroep op de huisartsen om hun patiënten goed te monitoren en niet meteen door te sturen naar de SIH. Want gebleken is dat heel wat mensen die zich aanmelden na controle blijkt dat ze gewoon thuis in isolatie kunnen. Aldus dokter Rodriguez. We willen die plekken echt houden voor de mensen die echt een bed nodig hebben, die mensen die echt zuurstof nodig hebben. Want er komen genoeg mensen naar hier en als we de controles hebben gedaan, het blijkt dus eigenlijk dat ze gewoon thuis. Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar maak eerst contact met je huisarts als het niet zo ernstig is. Maak even contact met je huisarts en de meeste huisartsen doen echt hun best, maar je hebt wel enkele tussenin die eigenlijk het makkelijk van zich afschuiven. En dat willen we niet hebben. Kijk, ziekenhuispersoneel werkt al vanaf de eerste golf. De huisartsen zijn eigenlijk pas de derde golf erbij betrokken. Dus ik dacht, doen jullie een beetje meer moeite voor jullie eigen patiënten? Het gros doet het goed, maar je hebt toch een paar die echt het van zich afschuiven en de patiënten gewoon zeggen, ga maar naar de SIH. En dat willen we eigenlijk niet hebben, want dan wordt het een chaos hier. En, want wij hebben niet een scala aan artsen en verpleegkundigen die we voor iedereen kunnen gebruiken. We hebben echt hetzelfde aantal. Eigenlijk draaien we met een tekort. We moeten werkstudenten en co-assistenten inzetten. Dus AUB rekening houden daarmee. Monitor je patiënt zoveel als mogelijk. En als de patiënt het echt niet thuis kan rekken, dan maak contact kondig aan. En we hebben de nummers ook al bekendgemaakt. Of via de coördinator van de RGD of van de huisartsen. Dan wordt die aangekondigd aan de AMBF. Dan weten we wat we kunnen verwachten. We kunnen voorbereidingen treffen. We kunnen aangeven, nee, deze kan bijvoorbeeld naar Jacones of naar Slans. Weet je, we weten allemaal ongeveer ook waar er bedden vrij zijn. Dus het gaat dan veel makkelijker als we die vooraankondiging krijgen. De druk is heel erg hoog. Om de druk te verminderen, worden er vrijwilligers ingezet op de verschillende posten van het noodhospitaal. Ook het bedrijfsleven die vrijwillig heeft ingespeeld op de noodsituatie levert een belangrijke bijdrage. Omdat er zoveel logistiek bij verbonden is, er is eentje die nu bij de telefonie werkt, je hebt anderen die transport voor ons doen. We hebben heel veel met vrijwilligers opgezet. Je hebt een paar ondernemers die als vrijwilliger werken. Ze hebben ons helpen opzetten, tenten, stroom zitten regelen. Dus heel veel wordt ook gedaan met donaties en vrijwilligers. Niels Wijkstra is in Nederland arts in opleiding tot cardioloog. Toen hij hoorde dat het coronavirus in Suriname uit de handen liep, heeft hij besloten vrijwillig over te vliegen om te komen helpen. Hij geeft aan geen deel uit te maken van het medisch team dat de vorige week arriveerde in Suriname, maar dat hij het in zijn eentje heeft besloten. Ik hoor niet tot die groep van het diaspora medisch team, maar ik ben wel een van de. Ik heb mezelf aangemeld om te komen helpen. Ja, ik heb een goed hart voor Suriname. Ik heb in Suriname gewerkt. Mijn vader komt uit Suriname. Ik ben heel vaak hier op vakantie geweest. En toen ik hoorde dat het hier met corona zo uit de hand aan het lopen was, heb ik de medisch directeur en de afdelingshoofd van de SCH benaderd, want die ken ik nog goed, of ik misschien hier iets kan betekenen en of ik misschien kan helpen. En het antwoord was eigenlijk ja. En binnen een aantal dagen had ik een vlucht en waren allemaal papieren geregeld en kon ik hier komen helpen. En nu ben ik hier. Wat ik meemaak is dat ik heel veel hardwerkende mensen zie.
Die proberen om van een hele ernstige situatie zo goed mogelijk resultaten te bereiken. Door ook deze noodplek in korte tijd uit de grond te stampen. En waardoor je zoveel mogelijk patiënten kan helpen en op een zo goed mogelijke manier kan behandelen. Dat is wat ik met name zie. Als Suriname gauw uit deze benarde situatie wilt geraken, moet men zich gauw laten vaccineren. Ik denk dat het ook heel erg afhangt van de vaccinaties. Ik denk als mensen zich veel en snel laten vaccineren, dat je dan minder ernstige ziektebeelden krijgt, minder ernstige, minder IC-opnames, minder ziekenhuisopnames. Corona zal dan niet meteen verdwijnen, maar het zal wel veel milder verlopen, waardoor mensen geen zuurstof nodig hebben of een opname in een ziekenhuis of in een noodhospitaal zoals dit. Al de geruchten over het AstraZeneca-vaccin, al zou Nederland Suriname afgedankte vaccins hebben aangeboden, verwees de arts naar het Rijk der Fabelen. In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin nog steeds toegediend. Ik weet wel dat AstraZeneca in Nederland wordt gegeven aan met name 60-plussers. Omdat er bij 60, met mensen onder de 60 in een heel zeldzaam aantal gevallen een complicatie zoals trombose kan optreden. En omdat je in Nederland en in Europa de keuze hebt uit 4. En aangezien je met die 4 de hele bevolking kan vaccineren, dat je daar genoeg aan hebt, hebben ze besloten om Astra niet aan 60-minners te geven. Omdat je toch genoeg hebt van die anderen om toch die hele zeldzame bijwerking, die kans erop te verkleinen. Dus ik zie het niet als afgedankte vaccins. Ik denk dat het een goed werkend vaccin is die in een heel zeldzaam geval bijwerkingen kan veroorzaken, maar waar je alert op moet zijn. Ook de Nederlandse arts Lise Lotte Nachtzaam, die al sinds oktober in Suriname werkt op de SIH, zegt dat het AstraZeneca-vaccin normaal wordt toegediend. Zij is namelijk ook al 2 keer gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Ik heb die mening inderdaad ook gehoord. Ik ben het daar zelf niet mee eens, anders had ik ook het vaccin niet gehaald. De berichten die ronden gaan inderdaad ook van de trombose die erbij zou kunnen optreden. Dat is natuurlijk zo in een klein percentage van de gevallen. Het risico op het krijgen van COVID of het overlijden aan COVID is eigenlijk nu een grotere dreiging. Dus ja, ik heb het AstraZeneca-vaccin gewoon gehaald. Op de gang van de tent buiten, waar de suspectgevallen worden opgevangen, kwamen wij mevrouw Ilse Soetjwati Bagwandin tegen. Zij kan zich niet voorstellen dat zij nu behoort tot een suspectgeval. Ik kan me nog niet voorstellen dat ik besmet ben geraakt. Ik was zo verschrikkelijk. Voorzichtig, was al 1 keer gevaccineerd. Ik ben heel voorzichtig, maar het is al 2 dagen dat ik me een beetje verzwakt voelde. Dat is donderdag. Ik ben toen ook niet op de poli gaan helpen prikken. Vrijdag voelde ik me nog slechter. En vrijdag had ik geen zin om iets te doen. En toen heb ik mijn dochter gezegd, toen is zij gerend met een beetje zoetdinges en zink en noem maar op. En op een gegeven moment is ze vertieten dat ze er al was. En ik wilde moeite doen om te gaan. Ben ik gegaan. Heb ik het aangenomen, ze heeft ook veel eieren voor me gebracht. Aangenomen, maar toen ik net keerde om weg te gaan, toen zei ze, mama, je bent zo haastig. Maar ze weet niet dat ik me al niet goed voelde. Toen viel ik op mijn hoofd. En sindsdien wist ik niks meer. Ze heeft me direct naar het academisch gebracht. Academisch zegt, we moeten hier komen. Ik ben hier gekomen. En ze hebben me direct opgenomen. En ja. Zoals we eerder hadden aangegeven, was deze mevrouw een suspect geval en ze was wachtende op haar resultaat. Na 1 keer geswapt te zijn, hebben de specialisten haar nog eens een sneltest laten ondergaan. Meteen na het interview kreeg deze mevrouw te horen dat beide testen negatief hebben uitgewezen en dat ze COVID-vrij verklaard werd. Mevrouw Ilse zegt dat het te danken is aan het vaccin dat zij niet ernstig ziek is geworden. Het vaccin is verschrikkelijk goed. Ik zou iedereen aanraden om zich te laten vaccineren. Want je ervaart het dan niet zo verschrikkelijk. Hè? Dominee John Kent werd onlangs gevaccineerd op het complex van het BOG. Hij zegt deze stap om zich te laten vaccineren. Ik zie het als mijn plicht. Ik ben deel van de bevolking van Suriname
En ik voel me wel verantwoordelijk voor de gezondheid van mijn gezin in het bijzonder. Want ze zijn allemaal al gevaccineerd. Maar ook voor de mensen met wie ik in contact kom. Want ik ben vaak in contact met mensen. En als ik de mogelijkheid bestaat dat ik eigenlijk geïnfecteerd word. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat ik mensen infecteer. En het is een grote verantwoordelijkheid. En als burger van dit land is het mijn plicht om mijn medewerking te verlenen voor een goed ding. En ik vind dus dat wij voelen allemaal de druk van deze ziekte, van het coronavirus. En het is onze plicht om mee te werken om het uit de wereld te helpen als dat mogelijk is. Dus het is mijn plicht, zo zie ik het. Het is mijn verantwoordelijkheid van mij om mee te werken. De oproep van geestelijke leiders en kerkgangers naar mensen toe om zich niet te laten vaccineren is voor dominee Kent geen reden om zich niet te laten vaccineren. De wetenschappers zijn daar geplaatst door de Almachtige. De gaven die ze met zich mee hebben, hebben zij niet van zichzelf, maar van de Heer. Ik ben er niet mee eens dat men die oproep doet. Als ik daarmee eens was, zou ik niet komen. Ik zie geen redenen waarom ik niet mee zou kunnen doen. Al die dingen wat ik hoor, ik geloof er niet in. En ik geloof dat de mens, dat die wereld geschapen is door God. En God heeft die mens geschapen. Maar bij de schepping van die mens heeft hij ook de mens een opdracht gegeven. Om te helpen die wereld eigenlijk te onderhouden en in stand te houden. En om dat te kunnen doen, heeft hij de mens ook verstand gegeven. De mogelijkheden gegeven om dat te kunnen doen. Ja, dus de doktoren en al die wetenschappers die ermee bezig zijn, de gaven die ze hebben, hebben ze niet uit zichzelf. Maar ze hebben dus dat gehad van de Heer, van God. Dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. En God gebruikt ons als instrument ook om zijn schepping in stand te houden. Nou, en het vechten tegen ziekte, dat is ook een taak van ons, van de mens. Dus ik geloof dat wij een stuk verantwoordelijkheid hebben. We praten van rentmeesterschap. Dit is een deel van rentmeesterschap. Hoe ga je om met je schepping? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verantwoordelijkheid die God aan ons gegeven heeft? Om die schepping in stand te houden. Want we roepen allemaal. We moeten netjes zijn op de met de omgeving. We moeten bomen dat niet doen. We moeten de omgeving niet vuil maken. Nou, dat is hetzelfde opdracht die we hebben. Ook met ziekte. Dus ik ben vandaag gekomen omdat ik erin geloof dat het een goede zaak is. En het is mijn plicht, het is mijn verantwoordelijkheid om mee te doen. En ik roep iedereen op, wie je ook bent en waar je ook bent, om je medewerking te verlenen. Tot slot van deze editie van het COVID-19-journaal doet dominee Kent een oproep in het Saramakkaans. Laat je vaccineren. Awa, hier december. Ja, amato konde. Wins fa de sepi. Mi se da samakan enge. A samakan a ganze de palimi. Na lam go, hem ko a foto. Hem mi leite do kam de no waki. No di goli bu taboko. Ko an siki di ko da waki. Ben o taki u se wa sa duen, gado no sa hepi yo. No de gan lele baka de lele seme na baka o ma hi seme de afusta ni de le galo da di koni for sa suku desi for sa help you fu ni siki akabawi no nta beg you no na say de we si ambe de be ko be le si pointi no kuli na de so ita happy fu sa se ka di kone fu fu di goli ba aboko mbe yunu so
kan je daar mee kunnen ook kijken van de vaccinatie, die spuiten, voor die takosik die koaki, voor boeken die goliba, voor boeken sana, voor boeken matukonde, voor boeken iwosu, som begunu so, eda samaka, eda atapanahoni, eda matawai, kan je daar umbo happy, voor die ziekte akiso. Sa wai pasa bo sa livi bunu godo so mbegi uno re sembe na ga wo mi bika ameda mi fuka ga sembe fuka ikonde mi da piki mi ma gadu sepi da oli tanga fu sa luso so mbegi so no doingi so mbegi hi sembe muna unu tangi umpaso abunu weekend en met de oproep van de dominee zijn wij aan het eind gekomen van dit journaal. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Tot dan!